Wat is uw naam en wat is de naam van de kledingbank? Mijn naam is Marielle en de naam van de kledingbank is Kledingbank De Inloop. Hoe lang bestaat deze kledingbank? Wat is het grote verschil tussen nu, toen en nu? Nou, ik ben zelf hier nog niet zo heel lang werkzaam, maar de kledingbank is 6 jaar geleden begonnen onder leiding van Monique van de Veen. En wij hebben als inloop aan de A hebben wij het mogen overnemen. Het grootste verschil wat ik nu merk in deze maanden dat ik hier werk, is dat het best wel drukker wordt bij de kledingbank. Wat zijn de plannen om de kledingbank uit te breiden? Nou, wij hebben geïnventariseerd bij onze deelnemers, maar ook vooral bij onze klanten die in de kledingbank komen. En het was heel vaak te vol. Het was een beetje gepropt op elkaar. En in gesprek met onze deelnemers, wat ook een wens van de deelnemers was, hebben wij een aparte kinderkledingbank gemaakt. Dus wij hebben nu een kinderkledingwinkel en we hebben een volwassen kledingwinkel. Oké, zijn er in de loop van de tijd meer vrijwilligers gekomen? Nou, zoals denk ik overal in Nederland kunnen wij natuurlijk nog wel veel meer vrijwilligers gebruiken. Maar we hebben wel een paar toppers die hier ons ondersteunen in de kledingbank. Maar als zich vrijwilligers willen melden, kan dat altijd. Zijn er de afgelopen tijd meer donaties gekomen? Ik merk wel dat mensen bewuster worden. Dat het nodig is dat ze goede bruikbare spullen kunnen inleveren. Dus ja, wij krijgen best heel veel donaties van kleding. En het bijzondere is, er komen ook mensen in de kledingbank die wel de middelen hebben, maar het gewoon leuk vinden om gedragen kleding te dragen. En die doen dan een donatie. Dus een donatie voor onze deelnemers, waar ze dan weer ondergoed en sokken van kunnen kopen. Dus dat is dan wel nieuw voor de klanten, zeg maar, van de kledingbank. Dat is hartstikke mooi. Hoe en wanneer kun je kleren doneren en of ophalen? De kledingbank is op bepaalde tijden open, maar het kleding doneren kan elke dag van de week. Elke dag van 9 tot 5 zijn wij geopend en zaterdag zelf van 1 tot 4. Dus die kunnen hier gewoon in inloop aan de A worden neergezet en dan worden ze de volgende dag, zo niet dezelfde dag, naar beneden gebracht om daar te worden gesorteerd.